Bart, na zo'n slot en zo'n tweede helft, is dit balen? Ja, zeker. We spelen 20 minuten, een kwartiertje niet goed. En had ik op voorhand gezegd, als je wil winnen van Lions of punten halen tegen Lions, moet je 60 minuten goed zijn. En dat was het tweede deel van de eerste helft, was echt niet ons niveau. Ja, dan die gelijkmaker, ja, in die 54 of die 55 seconden, ik wil het kwijt zijn, gooi je die binnen. Dan gaat die bal naar Stijn, ja, en die gooit hem nog binnen. Volgens de videoanalist hier ter plaatse, na de 30ste minuut. Ja, ik heb het ook gehoord. En wat ik direct gezien had, was dat er drie mensen of twee mensen van hen de lijn passeren in het midden. Op het moment dat hij gooit. Ik weet niet of dat allemaal reglementair is. Maar ja, ik vond de scheidsrechter vandaag ook heel wisselvallig en twijfelend. En ik denk dat hij in de lijn van de wedstrijd gewoon is. Ja, de supporters stonden er wel achter. Hè? Ja, het moest eigenlijk gebeuren vandaag, een gelijkspel, minstens. Ja, we wisten dat we thuis altijd de punten moeten hier houden. Ook tegen Lions hebben we daar kansen toe, ook al is het een echte topclub. En ik denk dat we in de tweede helft gewoon getoond hebben dat we dat kunnen. Maar dan moet je 60 minuten lang goed handballen en niet 45. Ja, nu wordt het een beetje uitkijken, hè, want je hebt het niet meer zelf in handen. Want Aalsmeer is ook gewonnen. Die komen over jullie. Dus jullie staan op die vijfde plaats met één punt minder. En ja, jullie moeten volgende week winnen en hopen op puntenverlies van Aalsmeer. Ja, dat klopt. Dat is jammer dat we het niet meer in eigen hand hadden. Ik had zeker gehoopt en gedacht dat Hasselt in Aalsmeer zou winnen. Maar ik weet de juiste uitslag nog niet. Maar Volendam moeten we gewoon winnen en dan kijken wat er gebeurt. We hebben het niet in eigen handen. Maar we moeten wel gewoon de binnenleague, ook al zijn we niet gekwalificeerd voor de Final Four, positief afsluiten met een overwinning in Volendam. Ja, als medische triomfo gewonnen met 23-22. Ja, zo zie je maar hoe kort het in sport kan gaan. We verdienen hier een punt. En ik weet niet hoe die wedstrijd geëvolueerd is, maar waarschijnlijk had dat ook gewoon een gelijkspel kunnen zijn. Dus, Nog helemaal opladen en hopen dat alles goed komt. Ja, inderdaad. En dan hopen dat we die vierde plaats toch kunnen pakken. En dan mogen we opnieuw tegen de Lions. En dan kunnen we hopelijk 60 minuten bewijzen dat we dit ook aan kunnen, dit niveau.